dat je weer bent en dat je weer kijkt. Vandaag gaan we kijken naar hoe je de solo kunt spelen van Faith op je ukulele. Het vereist natuurlijk al wel een klein beetje fingerpicking dat je al kunt spelen op je uke of op je gitaar als je van gitaar naar uke gaat. Oké, waar beginnen we mee? Nou, we gaan eerst zet je je wijs, middel en ringvinger op de vierde, vijfde en de zesde fret van de onderste snaar. Ik heb een lage G overigens op mijn ukulele. De meeste ukuleles hebben natuurlijk een hoge G. Je kunt hem dan ook gewoon spelen, alleen dan klinkt die eerste snaar natuurlijk een octaaf hoger. Goed, we beginnen daar bij die zes. Die bend je net zo ver totdat je hem op de acht hebt. En dan bend je hem weer terug. Dus van 6 naar 8 naar 6. Daarna sla je de vierde positie van diezelfde snaar aan. Met de duim doe ik dit, hè? Oké. Als je dat gedaan hebt, dan maak je een B-vorm op je hals. En je begint met je wijsvinger en je middelvinger. En je gaat de tweede en de derde snaar ga je wisselend af. Dus je speelt 3, 2, 3, 2, 3, 2. Dus nog een keer. 3, 2, 3, 2, 3, 2. En vervolgens maak je een kleine rol van 4, 3, 2. Dus eigenlijk pak je dan snaar 1, 2, 3. Hè? Dus wat hebben we tot nu toe? 6 naar 8. Dan gaan we van dat stukje uit. Gaan we, als we 4-3-2 hebben gespeeld, dan maak je een hammer-up met je pink op het vierde vakje. En die maak je ook weer een pull-down. Dus waar zaten we? 4, 3, 2, 4, 2. Je slaat dan met je wijsvinger de tweede snaar aan. Heb je dus het derde vakje. En weer terug de derde snaar aanslaan. Dus. Even wat langzamer. Als je dat stukje hebt gedaan, ga je met je wijs en je ringvinger naar de onderste twee snaren. En die zet je op de, even kijken, waar zitten we dan? Op de negende en elfde positie. Die sla je allebei aan. Dan schuif je twee plaatsen naar beneden. Dan heb je 7 en 9. En dan maak je... Dan schuif je je ringvinger eigenlijk weg en zet je je middelvinger neer, zodat je de zesde en de zevende positie hebt. Dus nog een keer. Gaan we dit even achter elkaar spelen. Goed, als je daar dan bent aangekomen, zet je je wijsvinger neer op het zesde vakje van de tweede snaar. En krijg je het volgende stukje. Speel ik daar. Zesde vakje van de tweede snaar. Met je ringvinger het achtste vakje van de tweede snaar. Dan heb je die middelvinger nog staan op het zevende vakje van de derde snaar. Die sla je dan aan. Dan ga je weer terug naar het achtste vakje van de tweede snaar. En weer terug naar de zesde. En nou hebben we dus een hammer-up en een pull-down. Die hammer-up hebben we bij de achtste. Nu dus,
Dan sla je de derde snaar aan. Je slaat die achtste weer aan. En je poelt hem los. Ik weet niet of het goed Nederlands is, maar... Oké, wat hebben we tot nu toe? Dus nog een keertje. Als je dat gedaan hebt, ga je een omgekeerde E maken en zet je je wijsvinger neer op het vierde vakje, maak je een barré. En je pink zet je op het wat is dat, zevende vakje van de onderste snaar. Overigens zorg je ervoor dat je met name de onderste twee snaren het hardste hoort. Dan wisselen we af, krijgen we dus dat je 7, 5... 7, 5. Even kijken hoor. 7, 5, 7, 5, 7. Voordat je die E speelt, speel je eerst de eerste snaar aan. 4, 7, 5, 7, 5, 7, 5. Dus het laatste stukje hadden we dan... stukje. Dan gaan we weer terug naar het B-akkoord en spelen we eigenlijk alle snaren tegelijkertijd. Die pluk je eigenlijk. Je mag ze ook zo spelen. 1. Laatste stukje hadden we eigenlijk, spelen we dus hierboven. Even vanaf het begin. Dan zitten we in het B-akkoord en kun je eigenlijk wel weer opnieuw beginnen met 3-2. 3-2. Dus eigenlijk herhaal je dan een beetje wat je dan... wat we eigenlijk eerder al speelden. Gaan we naar de 11e positie van de twee middelste snaren. En wat je daar doet, is dat je de ringvinger, dus de derde snaar, die laat je een halve toon omhoog komen. En die andere die laat je gewoon staan. En vanuit 11 op de derde snaar ga je naar 9... En dan ga je weer terug naar de 11e positie van de tweede snaar die er nog stond. Als we dat gespeeld hebben, dan gaan we naar wat we eerder ook al deden. Dus die omgekeerde E. Dan begin je bij de 4. Dus heel eventjes kijken waar we nou gebleven zijn bij het tweede stukje. Dus dan speel je weer. Ga je weer naar de E. En dan komen we
komen bij het laatste stukje aan. Dan moeten we eigenlijk weer terug naar de B. Maar het eindigt met een rol-op eigenlijk van de bes naar de B. En wat je daar doet, is dat je eigenlijk je speelt omlaag, terwijl je een bes speelt. En dan speel je weer omhoog als je de B hebt. Dus. Nou, laten we eens het hele stuk gaan spelen. Natuurlijk sneller. Kijken of we hem een beetje sneller kunnen.